Ik zit ook op Twitter en op Facebook. En ik heb nog nooit getwitterd en nog nooit gefacebookt. Ik stond zelfs een keer op een datingsite. Dan moest mijn vrouw eerst inloggen om mij van die datingsite af te krijgen. Nou, ik moet zeggen, ik zie me nu op televisie, maar ik zie er al uit of ben ik later zat. Maar ik heb niet zoveel geslapen en ik heb dat spul over mijn kop gehad. Maar ik ga er wel wat biertjes in gooien. Misschien ik ben nu een beetje vermoeid, maar dat is misschien de leeftijd. Dan zal het ook wel weer weggaan. Maar ik denk dat ik vanavond het gebit over de was heb. Ja, het is wel een vast gebit hoor, maar ja, dat zit over het was. Top jongens, hartstikke bedankt daar ook. Hè. Doei doei. Doei doei, ik moet daarin kijken. Doei doei. Ziet er wel eens oververhit uit bij de promotie? Was het erger trouwens? Ja, maar toen had ik allemaal bier over mijn kop en in de ogen. Dat was smoor besopen man. Ja, dat prikte. Ik zat net even met je spitsen te praten, Serraris, mooie gozer, maakt zijn debuut in de Eredivisie. Ja, je begint al te lachen. Fabian, ik noem altijd een patte wortel en ja, dit is een artiest en die komt later nooit weer op een voetbalveld. Die gaat in de gezondheidszorg met gehandicapte mensen en daar gaat hij werken denk ik, als ik hem zo zie, of wordt kunstenaar. Maar hij is zo'n fantastische man voor een trainer. Ik kan hem ook echt op zijn flikker zitten, dat is je heel eerlijk. Maar andere momenten moet je hem lekker heen vastpakken, man. Heerlijk, jongen. Leuke gast, man. Bij ADO hebben ze er een lopen. El Kayati is bijna bij alles betrokken wat gevaarlijk is bij ADO. Ja, als je die afstopt, dan stop je ADO af, denk ik dan. Hè? Heb je ook zo gepraat met je spelers? Nee, maar ja, ADO is meer dan hij, hè. En natuurlijk hebben we daar iets op losgelaten. Alleen, ja, hij wijkt ook uit naar de zijkanten. En moet je dan helemaal mee, heb je alles uit balans. Dus dan moet je ook in overnames komen. Ja, en natuurlijk, hij zei hartstikke belangrijk hier. En ja, volgende week moeten we uit naar Ajax. Dan hebben we 11 El Kayatis. Ja, dan moet ik ook alles aanpassen. Dus laten we hem alsjeblieft gewoon doen en lekker weer zien dat we aan het voetballen komen. En daar hebben we straks plukken we de vruchten. Ik heb wel gezegd dat we hier het veld op komen als we met de bus aankomen. Dat we niet allemaal gaan staan te filmen hoe mooi het hier is. Want ja, dan kunnen we op schoolreisje gaan naar Madurodam. Ja, en dat wil je niet. Maar toch, het doet wat. Ja, doet wat. Maar dan gaan we maar een keer wedstrijd kijken. Dus, ja, ik vind trainingskampen sowieso mooi. Dat zijn wel dingen. Ja, daar kan je iets creëren. Je gaat trainen, je gaat voetballen. Maar je creëert ook andere dingen. En dat weten jullie ook van mij. Dus daar hoort ook helemaal geen voetbal bij. En, ja, ze hoeven niet stiekem bij de regenpijpen naar beneden. Want die kans krijgen ze sowieso wel. En dat hebben wij ook nodig. De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit. Even fuck gezegd. Fuck. Ja. Maar klaar, dan houdt het ook op. Hè? Ja. En ik zou je even vertellen. Mensen moeten niet roomser zijn dan de paus zelf. Hè? Als je dit gebeurt, wat ons hier gebeurt, dan had je als trainer had je ook gereageerd. En dan komt er een moment. Ja, jongens, kijk, het is zondag. Kijk, en dan zou je wel weer zeggen, Calimero gedrag. Maar dit zijn twee Calimero's, gelukkig dan. Denk dan niet dat zondag Bas Nijhuis naar de kant komt voor het moment waar wij een panel krijgen. Of makkelijk, weet je wat die zeggen? Wegwezen jij, VAR. Ik kijk even naar de klok en ik heb een half uur niet gefloten en ik fluit weer niet. Want dat vind ik mooi, niet fluiten. En nu moet die man naar de kant toe. Ja, en die bal is van zo'n stukje. Ja, en dan heb ik gezegd, zitten er ook vrouwen in de studio? Wat heb je tegen de scheidsrechter gezegd? Slappe L-U-L. Slappe lul is dat. Ja, dat mag je niet zeggen, denk ik. Maar, en dat meen ik ook. Want, dat neem je niet terug? Nee, dat neem ik niet terug, want ik heb het al gezegd. En dus die rode kaart is ook terecht. Maar ik vind, nogmaals, wat ik net zei, dat een Bas Nijhuis of een Makkelie... Of die jongens, dat die in de grote wedstrijden hier niet van zeggen... Oh, nou gaan we even naar de kant en laten... Bas Nijhuis staat wel als VAR hier. Bas heeft hem naar de kant geroepen. Nee. Ja. Bas is niet VAR. Bas is VAR. Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. Nou, dan ben ik benieuwd hoe dit zondag gaat. Als er iemand een scheet laat, dan moet hij even naar de kant. Moest hij aandacht hebben. Je bent helemaal verbijsterd, hè? Ja, daar ben ik echt verbaasd over. Had ik nooit verwacht dat Bas Nijhuis daar zou zitten. Nou ja, klaar. Dan is het een panel.